er nog één. Dit is een gasmasker. Ze gebruikten dat als er een gasaanval was. En je kon dat goed zien, want dat heeft zo een groen, heelachtig kleur. En daar roepen ze dat er een gasaanval is. Doen ze dat allemaal aan. En dit buisje is verbonden met deze zak waar dat er lucht in zit, zodat ze toch nog goed kunnen ademen. Ik heb ook een bajonet mee van mijn overgrootvader. Ze waren met 5 broers. Ze hebben alle 5 overleefd. En je kunt dat op je geweer zetten met dat ringetje. Dit is een sabel van mijn overgrootvader ook. En dit is een mitrailleutkogel. En je kunt zien dat die al is afgeschoten. Want hier staat er een ringetje in. En hier heb je ook een goed voorbeeld van een kogel, want dat zit er normaal helemaal in. Dan schiet dat geweer daarop, of tikken, en vliegt dat eruit. Hier is er ook loopgravenkunst. Dat zijn, dat is waar dat de bussen in zitten. En ze gebruikten dat voor als tegen de verveling, want ze kon daar zeker wel 3 of meer weken zonder iets te doen zitten. Want soms komt er geen aanval. Dan verkopen ze dat voor geld en kunnen ze zo kranten en eten en zo kopen. En je gaat dan een beetje betalen. Dat zijn hier 5 kogels op zo'n een dingetje. En dat hangen ze zo aan hun zak en als ze geen kogel meer hebben, geen munitie, dan steken ze een nieuwe kogel erin. En ja, en zo doen ze dan verder. Als ze op zijn, dan moeten ze nieuwe kogels halen. En dat zijn hier ook nog loodjes. Dat steken ze in een obus. Dat is een obus. En ze laten dat dan afvuren. En door de kracht van die ontploffing schiet dat allemaal in de lucht. En kunnen er heel veel mensen gewoon raken. En een obus wordt afgeschoten met een kanon, een ouderwetse. En dat gaat vanaf de punt. Als dat op de grond valt, gaat die punt daaraf. En vliegen al de loodjes daaruit. En dat is kogelkunst. Dat zijn allemaal normale kogels. Een kunstwerk mee is gemaakt. En dat is een granaat. Als dat ringeltje weg is, dan gaat dat hier naar boven. En dan heb je 10 seconden tijd en dan ontploft hij. En dat is van zo'n granaat. En ja, nu gaan we onze tekst voorlezen. WO1, Wereldoorlog 1, Wagner. De soldaten in de loopgraven gebruikten geen musketten meer, maar grendelgeweren. Een grendelgeweer is een geweer waarbij je sneller kunt schieten en niet steeds hoeft te graven. Thanks. Toen Engeland een manier zocht om de loopgraven te veroveren, kwamen ze op tanks. In 1915 werd de eerste tank ter wereld gewonnen door de Britten. De Whippets in het begin werden ze snel vernietigd, maar na het einde van de oorlog zorgden ze ervoor dat de geallieerden veel makkelijker terreinwinst maakten. Briek, Marius en Daan. Gifgas. Duitsland heeft in 1914 gifgas in een loopgraven laten zakken. Het Franse leger was de eerste die gifgas gebruikte als wapen. De soldaten stikten daardoor
In september 1915 deed het Engelse leger een hasaanval, maar het has waaide door het slechte weer terug in de richting van het Engelse leger. Het was is heel gevaarlijk en dodelijk van heel die vloeding en jens. Dus Natal had ook een paar dingen mee over iets over Roland Garros. Dat is een heel goede vliegtuigpiloot. En dus ze gebruikten eigenlijk de vliegtuigen om te verkennen, maar ze gebruikten het nog niet voor mee te schieten. Maar zijn geheim was dat hij kon door de schroef van het vliegtuig kon schieten. Dus dan kon hij hem eigenlijk wel schieten. En hier zie je dat hij gevangen is door de Duitsers. Ik heb ook een foto gezien van Modest per se. Dat is de overgrootvader van Nathan. En hij staat daar in zijn legerkleding en zo. Een foto. We hebben ook nog een film mee. Dat zijn allemaal afleveringen van de Loopgravenoorlog. Dat is ook over de Eerste Wereldoorlog. En ja, dat was het.